Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag trekt er veel bewolking over het land en er kan ook af en toe wat lichte regen vallen uit de bewolking. In het oosten en zuidoosten blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog en breekt ook af en toe dus even de zon door. Het wordt vandaag opnieuw tamelijk zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 15 graden in het noorden tot 17 graden in het zuidoosten. De waait een zwakke tot matige wind, later toenemend naar matig, in de avond aan zee soms vrij krachtig, windkracht 2 tot 5. Vanavond dus ook overwegend bewolkt, soms wat lichte regen, een enkele opklaring misschien nog in het binnenland, maar dat zal zeer spaarzaam zijn, het koelt af tot een graad of 13. Dan morgen wordt het 15 tot plaatselijk 18 graden en dat bij een matige aan zee soms vrij krachtige zuidwesten tot zuidelijke wind. Verder veel bewolking, misschien een klein beetje zondag in de ochtend, maar verder is het grijs. Ook zaterdag nog veel bewolking, dan wordt het zelfs nog wat zachter, met plaatselijk 19 graden in het zuiden. Op zondag knapt het weerbeeld op met zonnige perioden, en dan wordt het een graad of 16. Na het weekeinde wordt het opnieuw wisselvallig. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl